Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond. Mijn naam is Martijn en dit is het weekoverzicht. Zaterdag 30 maart was er weer een stekmarkt op creatief bedrijventerrein Stek. Een markt die volledig in het teken staat van biologische producten en duurzaamheid. Rob Flemmings ging voor ons een kijkje nemen. Dit is Breda Stek. Ja, goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. Ja. En wat jij maakt duurzaam brood? Ja, ik maak biologisch duurzaam brood. Natuurlijke manier gemaakt, met houtoven zelf gestookt. Dus dat past allemaal prima binnen het stekconcept, hè? Ja, leuk. Recycle, een beetje op de oude methodiek. Ik maak deze brood. Dag mevrouw, wat vindt u van de stekmarkt? Geweldig, in één woord. Ja, prachtige plaats. Ja. Ze hebben allemaal duurzame producten? Sowieso duurzaam, maar er is over nagedacht. Heel veel wordt gerecycled. En ja, ik vind het een heerlijke plek om daar veel te komen. Sfeervol? Super sfeervol, ja. En op koffiedrap? Daar kweken ze, ja, op koffiedrap. Er wordt geënt met schimmels van de oesterzwam. En dan, als die helemaal doorgroeid is, dan na een week of zes gaan daar oesterzwammen op groeien dan. En nou ja, die worden dus hier verwerkt in de zwamballen. En ja, daarbij serveert Leo dan ook mijn biologische mosterd. Want dat is duurzaamheid? Duurzaamheid, klein ondernemerschap. Leuk om te zien. Dus jammer dat het, ja, dat voor mij betreft zou het sneller mogen groeien. Okay. Dit soort initiatieven. Ja. U bent een boot aan het lassen? We zijn hier oude bootjes aan het restaureren. Het is een oud aakje of een zalmschoutje uit de vorige eeuw. Die wordt er helemaal netjes opgeknapt. En achter jou ligt een oude aak, ook een dikke 125 jaar oud. Okay. En die krijgen allemaal weer een nieuw leven. Wat is er duurzaam aan het maken van cadeaupakketten? Deze theeglazen komen allemaal van de kringloop. Ja. En daar wordt dan iets op gegraveerd. Okay. Dus hergebruikt. En de theetipjes die komen ook van de kringloop. En die worden dan met verf mooi gemaakt. En daar maken we dan een pakketje van, zoals hier het voorbeeld te zien is. Wat zou u nou zeggen tegen de Bredaanse kijker om ze aan te sporen om ook duurzamer te gaan kopen? Nou, sowieso. Ik denk zeker in deze tijd met het klimaat. En dat mensen toch eens wat bewuster gaan worden en wat meer na gaan denken van waar ze mee bezig zijn. Gewoon bloemen een klein beetje verder en thee en dan gewoon met fietsen die dan eigenlijk dingen die weggegooid worden. En dan maken ze hier weer hele leuke dingen van. En wat was er met die thee precies? Ja, die komt uit Nederland. Okay. En dat is grappig, want wij waren van de zomer op de Azoren. En dat was de enige Europese theekwekerij, vertelden ze daar. Oh. Maar ja, hier is het dus ook. Tijdens de radioshow van College Kids vond deze week een optreden plaats van Stijn de Wild. Hij speelde een aantal van zijn eigen nummers. Wil je deze terugluisteren? Check dan even onze website. I remember when I wrote my first song for my old man who sadly passed away. I remember then it took away the pain and I could look for a place where he could stay. I remember walking home on my way back from the grave. I'd look for words to describe how I felt. And I remember melodies ringing in my head and the rhythm that would make for a proper vibe. When the last words have been sung and the curtains close again, I look into the skies. May the music reach you up there. When the spotlight is on me
and the crowd is listening. I take a deep breath and I start to sing my song. Ooit gehoord van sociale vaardigheidstraining met ponies? Bij Praktijk in de Natuur weten ze daar alles van. De cursus Pony Power for Kids is een sociale vaardigheidstraining voor kinderen van 6 tot 11 jaar. En daarmee wordt ook de emotionele groei ondersteund. Het heeft 6 lessen van 2 uur, waarin we met de ponies werken en de kinderen in kleine groepjes. En dan werken we vooral aan hoe maak ik contact, hoe stel ik mijn grens, hoe kan ik samenwerken. En dat doen we allemaal. Eerst kijken we naar het kuddegedrag van het paard. En dan naar ons als mens, van hoe doen wij dat? En hoe doen wij dat in contact met elkaar? Maar ook hoe doen wij dat in contact met het paard? Nu hebben jullie de reizen hier in het echt gemaakt. Wat gaan jullie daar nu mee doen? We gaan met de paarden de reis lopen. En dan gaan we uiteindelijk... De eindbestemming is de Torre van Pisa. Voor ieder kind zou de cursus gewoon heel goed zijn. Maar soms zijn er ook kinderen die bijvoorbeeld in een scheiding, ouders gescheiden, dat de kinderen heel verdrietig of boos zijn. We hebben ook heel veel aandacht voor de emoties van kinderen in de cursus. We werken hier met 2 paarden. Kashmir is een paard van 26 jaar. Die heb ik al 24 jaar, dus ik ken hem door en door en hij mij ook. Het is een KWPN-ruin. En Binky is een kleinere pony, is een kruising IJslander-Shetlander. En die heb ik nu 8 jaar en die is 19 jaar. Zij leven samen altijd in een kudde, altijd in de natuur met elkaar. Dus zij hebben ook veel met elkaar te maken, dus zij kunnen samen ook... goed met elkaar overweg. Het zijn hele fijne paarden die heel duidelijk aangeven wat ze willen. En het is leuk om mee te werken. Kinderen vinden het ook heel fijne paarden. De MES gaat verbouwen. Het poppodium van Breda heeft besloten uit te gaan breiden. Zo willen ze onder andere een grotere foyer, meer laad- en losruimte en wordt het balkon aangepast. De bouw is op 1 april van start gegaan. Alleen is niet iedereen hier erg blij mee. Wij hebben bezwaar gemaakt tegen de verbouwingsplannen van de MES, omdat wij bang waren voor overlast die de verbouwing met zich mee zou brengen. Omdat het de verwachting bestond dat de foyer die ze gaan maken ook gebruikt zou worden als muziekhal. En onze ervaringen met de muziekhal voor een café, die wordt wel eens gebruikt als muziekhal, is heel slecht. Daar hebben we veel geluidsoverlast van en... het gebruik van stroboscopisch licht. MES heeft al langere tijd de wens om te verbouwen, om het gebouw vooral aan de binnenkant te verbeteren. De logistiek te verbeteren om te zorgen dat het eigenlijk van betere kwaliteit wordt. En dat noemen we een beetje basis op orde, weer terug op orde brengen. Daar zijn we nu aan begonnen. Nou, wat je nu ziet, tenminste het is hier nu rustig, maar we zijn nu de boel aan het ontruimen. En aanstaande maandag 1 april dan begint de aannemer. En wat we dan allemaal gaan doen is nogal een heel verhaal. Je zou kunnen zeggen, het gebouw blijft gewoon op zich in stand. Het is niet zo dat we kunnen uitbreiden. Dit is gewoon de maximale ruimte die er is. Maar we gaan alle weeffouten die er vanaf het begin in zaten, dus bij de bouw 16 jaar geleden, die gaan we verbeteren. Laten losluis, podium, zichtlijnen, toegang tot de zaal, er komt een nieuwe foyer, dat soort zaken. En nu waren er ook een aantal bezwaren van bewoners, met name over de foyer en het buitengedeelte van de lichtkoepel. Ze waren bang dat daar dat misschien hangjongeren aan zou trekken. Daar weten jullie van maar jullie zijn toch doorgegaan met de verbouwing. Van waar is dat? Nou, er waren een aantal bezwaren van sommige van individuele bewoners, maar ook van 2 verenigingen van eigenaren. We hebben al die bezwaren goed besproken met de mensen. De meeste bezwaren zijn toen weer ingetrokken, omdat er verduidelijking kwam op die thema's. Er zijn nog 2 mensen die hun bezwaren hebben gehandhaafd, als ik het goed heb. Ik dacht dat er 2 waren. Dat heeft inderdaad met deze thema's te maken. Die denken dat de foyer wordt gebruikt als reguliere ruimte. Nou, dat is helemaal niet aan de orde, dus dat zien we echt als onterecht bezwaar. En een ander is bijvoorbeeld een kapvergunning voor een boom, terwijl die kapvergunning die hadden we nodig om die boom te kunnen verwijderen, maar vooral om hem daarna te kunnen verplaatsen en niet om hem te gaan kappen. Dat Breda nu van een grapje houdt, dat bleek op 1 april. We gingen de straat op en keken hoe goedgelovig de Bredaenaar is. Er gaan geruchten dat de gemeente Breda van plan is een deel van het Valkenberg te reserveren voor nieuwbouwwoningen. Komt omdat er te weinig ruimte is. Wat vindt de Bredaenaar hiervan? Een heel slecht plan. Sla nergens op.
Vindt u dan niet dat het beter buiten het centrum gebouwd kan worden? Nou, het mag wel binnen het centrum gebouwd worden, maar niet in een park. Dat is zonde. Zeker zonde is dat. Een park, kijk, als mensen in de stad wonen, dan willen ze toch op een gegeven moment naar een park toe om toch wat rust te vinden en te wandelen. Met de kinderen, de dieren, de hond of zo. Hè? Ja. Dus het lijkt mij. Ik denk dat het wel jammer is. Het park moet zoveel mogelijk behouden blijven. Dus er is eigenlijk zelf een andere plekken waar je wel nieuwbouw kunt plegen. Misschien wel niet in het centrum, maar net buiten het centrum. Ik kom zelf uit Tilburg, ik kijk maar naar de Reeshof. Er is genoeg ruimte om daar te bouwen en nog steeds zelfs. Raar. Heel raar. Het is natuurlijk gewoon de tuin van het oude kasteel hier. Dus ja, ik vind dat niet weg mag gaan. Een zonde. Ja, een prachtig park, daar moet je niet aankomen. Vindt u dan niet dat er beter buiten het centrum gebouwd kan worden? Ja, lijkt me wel. Ja. Ik weet niet precies waar er nog plek is, maar niet in het Valkenberg. Vind ik wel zonde. Ja, omdat ik denk dat een park wel heel belangrijk is. Er komen mensen samen en dat is wel zonde als je daar een huis gaat bouwen eigenlijk. Nee, niet leuk. Nee, het Valkenberg moet het park blijven. En nou, ik kom niet uit Breda, maar ik vind het wel belangrijk dat in een stad ook een groen voorziening aanwezig blijft. Dus dat als je daar een stadspark voor op wil offeren, wellicht dat er aan de buitenkant van Breda meer mogelijkheden zijn. Maar daar ken ik Breda niet goed genoeg voor. Maar ik zou het wel zonde vinden om een park daarvoor op te offeren. Muziek hoort bij je opvoeding. Zangschool Musicaia vindt dat je dus ook op vroege leeftijd al iets met muziek moet gaan doen. Daarvoor hebben ze speciaal een kinderkoor van kinderen voor 4 tot 6 jaar. Het kleuterkoor bestaat nog niet zo lang. We zijn er afgelopen jaar mee begonnen. En het is een klein groepje van een aantal kleuters die van alles en nog wat zingt. De docent doet allerlei oefeningen met ze om op een speelse manier alvast wat ademtechniek en wat zangtechniek te leren. Ze zingen allemaal leuke liedjes en... het is echt een kennismaking met zingen, een speelse kennismaking met zingen. Is zangtalent aan te leren of is het echt genetisch bepaald? Kijk, talent is natuurlijk nooit aan te leren. Je hebt mensen met veel talent en mensen met weinig talent. Maar op elk niveau kan je natuurlijk wel beter leren zingen op je eigen niveau. Dus soms komen er kinderen op school die heel veel talent hebben en daar kun je dan heel ver mee komen. Maar er zijn ook kinderen met wat minder talent die ook op hun manier ver kunnen komen. Ja. Kijk, in het kleuterkoor zijn we nog helemaal niet bezig met talent. Dat maakt ook helemaal niks uit. Ze mogen gewoon lekker spelen met hun stem. We doen, wat ik al zei, we doen wat speelse stemoefeningen. We studeren allemaal liedjes in. Met allerlei spelletjes erbij. Dansjes, veel beweging, veel afwisseling. En de kleuters die durven, die mogen aan het eind van het jaar optreden op het jaarconcert. Maar het is heel vrijblijvend bij kleuters, want heel veel vinden het nog heel spannend natuurlijk. Op donderdag 4 april vond de huldiging plaats van de 3 Bredase medaillewinnaars van de Special Olympic World Games. De huldiging werd gedaan door burgemeester Paul de Pla en wethouder Daan Kwaas. Nou, wat we hier vandaag gedaan hebben is dat we als stadsbestuur, de burgemeester en ik, samen 3 ontzettende mooie sporters in het zonnetje hebben gezet. Jordan, Cynthia en Femke, gouden medaillewinnaars bij de Special Olympics in Abu Dhabi. Alle 3 een gouden medaille gewonnen, waarvan eentje zelfs 2 gouden medailles. Ja, als je dat in je stad hebt, als je dit soort niveau in Breda hebt zitten, dan moet je daar en wil ik daar dolgraag aandacht aan besteden. Hoe was het om mee te doen? Geweldig, een hele ervaring. En hoe lang heb je hier dan voor getraind? Ongeveer 1,5 jaar. En hoe lang doe je al atletiek? Vanaf 2011, dus ongeveer 10 jaar. Zo. En wie is nou je grote voorbeeld? Daphne Schippers. Waarom? Hoe zij het doet en hoe zij met medailles omgaat. Gewoon geweldig. Wat hebben jullie daar allemaal gedaan? 1500, verspringen en estafette. En wie keer 400, hè? Ja, wie keer 400. En hoe voelde het om te winnen? Leuk. Leuk. Ja, we waren vooral heel blij. Breda nu. Je weet het meteen.